Een hele goede morgen, dames en heren. Jullie zien hier achter mij een studio-achtergrond in Den Haag. Dus het is voor de eerste keer sinds de coronapandemie dat we weer vanuit de studio naar jullie toe komen en niet vanuit huis. Mijn naam is Guido en ik ben heel blij om jullie dit webinar weer te kunnen presenteren namens Nederland Schoon. En vandaag gaan we het hebben over participatie. En om nou eens te beginnen op een goede manier met participatie, gaan wij jullie meteen een vraag stellen. Want we hebben een aantal polls ingesteld. En de eerste poll is over jullie. En de vraag is, wie zijn jullie eigenlijk? Kijk eventjes, wie zijn er vandaag aanwezig? Waar kom je vandaan? Wat voor organisatie werk je voor? Als je onder in je beeld kijkt, dan kan je klikken op het antwoord. En dan zien wij meteen een beetje een overzicht van wat we allemaal voor vlees in de kuip hebben. Dus, dames en heren, ik kijk al op het scherm. Ik zie dat er een boel beleidsambtenaren zijn. Een boel overig. Dat is eigenlijk lullig. Het zijn meer overig dan de andere categorieën. Hadden we misschien ook andere categorieën kunnen bedenken, denk ik nu. Toch nog een meerderheid beleidsambtenaren. Dat kan betekenen dat die het snelste zijn met antwoorden. En dat er andere antwoorden nog op gang moeten komen. Want ik zie al steeds meer adviesbureaus, wat bestuurders, wat vrijwilligers her en der. En nog steeds een heleboel overig. Ik ben eigenlijk wel geïnteresseerd. Misschien zouden jullie in de chat kunnen zetten wat die overig eigenlijk allemaal vertegenwoordigt. Als jullie je geen ambtenaar, bestuurder, adviesbureau of vrijwilliger noemen, wat zijn dan de rollen die jullie wel allemaal hebben? Want er zijn een heleboel mensen die overig stemmen. Ondanks dat we nog niet precies weten waar jullie allemaal van zijn, is het heel gezellig om hier te zijn. We kruipen richting de 100. We hadden een stuk meer aanmeldingen, maar misschien met het mooie weer of met opstartproblemen dat jullie nog niet allemaal aanwezig zijn. Maar we gaan in ieder geval wel beginnen. En zoals ik al zei, we gaan het hebben over participatie. Dat gaan we voor een deel ook met jullie doen, want zoals elke keer gaan we ook Q&A's, oftewel vraag- en antwoordsessies toelaten aan het eind van elk van de onderdelen waar je gepresenteerd wordt. En we gaan drie dingen presenteren. En een beetje zoals de diversiteit van jullie thuis, hebben we ook diversiteit in de soorten organisaties die presenteren. We eindigen straks met een bekend gezicht van de vorige keer. Dat is Vincent Breedveld. Hij is projectleider bij Nederland Schoon. Hij gaat het ook hebben over participatie. Maar daarvoor gaan we het hebben met Fedor Vriezen van de Hersenstichting, die ook de projectleider is van de Ommetje-app. Voor wie hem nog niet kent, daar horen jullie straks veel meer over. Maar voor nu zou ik graag willen uitnodigen twee dames die allebei Marjolein heten. Dan zou je zeggen, dat is onhandig. Maar dat is wel heel handig, want de een is Marjolein met een korte ei en de andere met een lange ei. Dus dat zie je meteen. En we gaan dadelijk beginnen met de Marjolein met een korte ei. Dat is Marjolein Bekkers. Die werkt voor de gemeente Utrecht. En Marjolein Venderich komt daarna in een interviewtje met mij praten over hoe zij als vrijwilliger voor de gemeente Utrecht in Vleuten ook actief is. En daar horen jullie straks veel meer over. Marjolein, kun je ons horen en mag je ook in beeld? Ik kan jullie horen en volgens mij is het beeld een feit. Ik heb de introductie ook gezien, dus alles loopt volgens mij digitaal. Nou, prachtig. Dan wil ik jou heel graag het woord geven om een presentatie te geven namens de gemeente Utrecht over het mooie project dat jullie daar hebben. Ja, oké, dankjewel. Dankjewel. Nou, zoals gezegd, ik ben Marjolein Bekkers met de EI en niet met de EI. Ik ben programmamanager Utrecht Schone Stad. En als we het hebben over participatie, zeker als het gaat over schoon, het onderwerp schoon, dan is Utrecht al jaren bezig. In 2019 is het alleen gestart met echt het programma Utrecht Schone Stad. Toch aangegeven van ja, we zijn wel bezig en er zijn heel veel participanten die we hebben die eigenlijk buiten al aan de slag zijn. We weten dat er mensen zijn die eigenlijk meer willen, die dat ook vaak aangeven. Daar moeten we tijd aan spenderen. Zo is Utrecht Schone Stad ontstaan. En Utrecht Schone Stad is eigenlijk ook wat er staat van alleen in samenwerking kunnen we realiseren dat Utrecht ook daadwerkelijk een schone stad is. Dat kan de gemeente niet alleen en de inwoners alleen ook niet. Dus daarin hebben we samen te werken en willen we ook samenwerken. Ik ga nu kijken of de volgende sheet dat werkt. Ja, het werkt. We hebben, bij de oefening ging het even iets minder. Ik heb gezegd van als het gaat om participatie in Utrecht Schone Stad, dan hebben we het eigenlijk over drie pijlers erin. De eerste is ja, participatie, hè, een beetje dooddoener in deze. Maar hoe hebben we die participatie nou aangepakt? Nou, daar zijn we eigenlijk gestart in 2019. Om eerst maar eens die vrijwilligers die er al zijn, die betrokken zijn, om die uit te nodigen. En uiteindelijk bleek dat er een aantal hebben gevraagd of ze samen met ons het actieplan wilden opstellen. En uiteindelijk dan zie je dat zoiets natuurlijk ontstaat. Er waren een aantal betrokken bewoners die inmiddels klankbordgroep zijn.
die nadrukkelijk ook aangaven, ja, maar ik vind het leuk om ook zo'n plan te lezen en ik vind het leuk om buiten bezig te zijn. Er waren ook bewoners die zeiden van, nou, dank u wel dat u het gestuurd heeft, maar ik wil buiten ruimen, dus wilt u mij daar niet mee lastigvallen. Dus we zijn met die klantengroep zijn we eigenlijk gestart. En wat er op de pagina ook staat, het zijn ook kundige mensen. Marlijn, we hebben nadrukkelijk ook gezegd, als het over participatie gaat, dan vinden we ook dat we samen uiteindelijk dit verhaal moeten doen. Dus Marlijn doet straks haar verhaal en ik geef meer de hoofdlijnen die we tussendoor hebben toegepast. Er staat ook Zwaan kleef aan in de sheet. En voor mij is dat eerlijk gezegd de basis waarop we beginnen. We hadden groot zijn, want het was ook de vraag dat we een grote groep mensen zouden hebben. En de keuze is uiteindelijk gevallen om met elkaar te gaan werken vanuit de groep betrokken bewoners die er al zijn. Die allemaal ook hun eigen behoorlijke netwerk al hadden. Om te kijken hoe we daarin in uit konden bouwen. En dan komt het eigenlijk neer, en hoe dat is wil ik best nader straks toelichten. Maar nu even voor het korte. We informeren bewoners, maar dat is eigenlijk altijd de oude stijl, want je vertelt wat je doet. Maar we willen ook dat die vrijwilligers die we hebben, en laten we heel eerlijk zijn, in 2019 hadden we daar zo rond 300. En inmiddels hebben we 6300 geregistreerde vrijwilligers. Die hebben we dus nadrukkelijk gevraagd of ze betrokken willen blijven, of ze geïnformeerd willen worden, of ze geïnspireerd willen worden. Dus die groep is enorm vergroot. Vanuit het Zwaan kleef aan principe, steeds meer mensen die aangaven dat ze dat wilden. En we vinden het ook dus belangrijk om te inspireren en te enthousiasmeren. En een voorbeeld daarvan is een webinar dat we eerder dit jaar hebben gegeven. En waarin ook bewoners zelf weer teruggaan. Van, nou ja, ik zat wel een beetje in de slop, maar door dit ben ik weer geenthousiasmeerd en voel ik me weer geïnspireerd om te starten. Dus dat is voor ons met, als het gaat om participatie, zijn dat wel de belangrijkste elementen. Ja, communicatie mag natuurlijk niet achterblijven. We weten allemaal dat communicatie net zo belangrijk is. En dat je dat moet doen. Hè. Het is een makkelijk woord, maar moeilijk gedaan. We maken gebruik van natuurlijk social media. We hebben activatieteams bij, vooral als we het hebben in de zomermaanden, in de parken. Om mensen bewust te maken, hè, steeds gericht op het bewust maken van het belang dat je een schone stad bent. Ten slotte is er niet voor niets dat een van de sheets die voor de World Cleanup Day is, There is no Planet B, die is er ook niet. Dus hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen? We proberen ook, we hebben in Utrecht een aardige hoeveelheid wijkbureaus. En via die wijkbureaus proberen we ook de inwoners te bereiken. En we hebben, anderen noemen ze afvalcoaches, wij hebben ze inmiddels Utrecht Schone Stadcoaches genoemd. Geen makkelijke naam. Maar ze doen veel werk, veel in communicatie, veel ook op markten staan ze. Daar geven ze informatie, bepaalde dagen. En dan kom ik bij de volgende pijler. En dat is educatie. Educatie is voor ons de start. Hè, je wil steeds toch bepaalde doelgroepen bereiken. Daarmee hopen we juist de jongere doelgroep te bereiken. En daarmee, en dat weten we eigenlijk met z'n allen ook wel, ook de ouders die we daarmee proberen te bereiken. En daardoor weer die betrokkenheid nog meer te vergroten. Educatie, we hebben een heel educatiepakket ontwikkeld. We geven daarmee zeker vanaf het komend jaar, want ons educatiepakket is ook nog maar net een paar maanden klaar. En daarmee gaan we in het komend jaar scholen bezoeken. En daar hebben die schone stadcoaches ook een rol in. En is dan meestal met een opruimactie. Wat ons eigenlijk steeds meer verheugt, en dat kan zijn omdat de uitjes tegenwoordig daar steeds meer op gericht zijn van bedrijven, maar dat ook bedrijven zich aanmelden en daar gaan we ook naartoe om een voorlichtingsbijeenkomst te geven en dan vaak met een opruimactie. Dat zijn eigenlijk de grote dingen en dan is het echt de grote dingen waar het om gaat. Maar wat zijn nu wat ons betreft eigenlijk de succesfactoren in het verhaal? Wacht, ik zie dat er een tussen is. Dat de succesfactoren zijn eigenlijk die betrokken vrijwilligers. En waar het met name om gaat, en ik denk dat Marlijn daar straks nog wel iets nader op ingaat, is dat je als gemeente de mensen faciliteert en dat je vooral luistert. En niets is hetzelfde, want we hebben een klankbordgroep met hele verschillende stijlen en hele verschillende manieren. Maar het gaat erom dat je met elkaar van elkaar probeert te leren
en met elkaar tot nieuwe dingen komt. Ik denk dat als we nu kijken naar de klankbordgroep van 2 jaar geleden en hoe we er nu bij zitten, dat we het nog weer over heel andere dingen hebben en samen steeds meer leren. Ik denk dat een andere succesfactor voor ons ook is geweest de tijd. De tijdgeest wil ik mee beginnen. Je ziet natuurlijk dat we met dat steeds meer mensen bewust worden van het feit dat we toch iets hebben te doen. Daar heeft Nederland Schoon aan gewerkt. Daar heeft de Landelijke Opschoondag, maar ook de World Cleanup Day. Dat zijn dagen die daaraan helpen om mensen, oh ja, hè, daar moet ik over nadenken. Maar ook coronatijd met al zijn nare en vervelende dingen hebben ons wel degelijk ook gebracht. Dat mensen, als ze dan een keer naar buiten gingen, zoiets hadden van, nou ja, laat ik dan in ieder geval iets doen. Dan mag ik even naar buiten en dan ben ik ook even buiten. We hebben als gemeente daar eigenlijk toch heel stringent op gezegd, wij geven geen knijpers in die periode. Want we moeten met z'n allen binnen blijven. En toch merkten we dat mensen zonder dat ze van ons de knijper kregen, toch wel een knijper hadden of iets vonden om buiten bezig te zijn. Daar hebben Marjolein en ik het ook over gehad. Wat ontzettend belangrijk is in die samenwerking is vooral ruimte voor innovatie, kijken ook naar best practices bij anderen en hoe zetten we dat in, maar ruimte voor het anders doen. En ik denk dat ook een belangrijk aspect is dat we als gemeente ook hebben gezegd van ja, we hebben ook reflectie op onszelf te doen. Zijn we wel echt gericht op het feit dat we bewoners willen ondersteunen en hoe kunnen we dat doen? Dus vandaar dat ik de slag ook wil maken naar die optimalisatie van die eigen organisatie. Want je kunt wel heel veel participatie aangaan, maar het vraagt ook veel van je als gemeente. En een voorbeeld is dat er op een gegeven moment behoefte kwam. Ja, maar kunnen we niet wat makkelijker aan knijpers komen? Nou, het mooie is dan dat iemand in de organisatie de knijperhub heeft ontwikkeld. Zo noemen wij hem tenminste. Een omgebouwde prullenbak die we inzetten om dat mensen zelf een knijper kunnen halen, maar die daar ook weer in terug kunnen brengen. Werkt dat altijd goed? Want ik hoor iedereen eigenlijk al denken van ja, maar de vandalisme en dat soort zaken. Ze worden ook weggehaald en we hebben ze nog niet in de openbare ruimte teruggevonden. Dus we denken dan maar dat mensen ze houden. En vooralsnog vullen we ze wel aan. Maar we hebben ook een aantal knijperhubs gehad. En de eerste knijperhub stond bij een van de klankbordgroepleden in de voortuin. En van daaruit is er dan toch zo'n gewoonte ontstaan van ik ben ermee bezig. En dan komt er ook dat mensen zeggen ik wil wel graag mijn eigen knijper hebben. Verder zijn we natuurlijk, want schoon is het belangrijkste deel is participatie. Maar dat je als organisatie ook optimaliseert is ook van belang. Ik denk dat wij heel blij mogen zijn met onze hele betrokken vrijwilligers. Of opruimmelden of noem ze hoe je ze noemen wilt. Want vrijwilligers is toch altijd een wat naarder woord. We zijn dan het goede woord. Als jullie het goede woord hebben, dan hou ik me graag aanbevolen. En om te laten zien hoe de participatie werkt. Marjolein, hebben we met elkaar afgesproken dat jij het filmpje, dat we het filmpje draaien. En dan ben jij aan het woord. Dus wat mij betreft kan nu de film aangezet worden. Een aantal jaar geleden is de oude dorpskern van Vleuten helemaal opgeknapt. En dat bracht ons eigenlijk op het idee om te zorgen dat het dorp ook mooi en schoon blijft. En toen zijn we de actie Vleuten Schoon gaan starten. En als ik dan wat zie liggen, dan kan ik het toch heel moeilijk laten om het op te rapen. We verzamelen zaterdagochtend. Iedereen gaat dan op pad met de vuilniszakken. En dan gaan we daarna gezellig een frietje eten en wat drinken. En ik ga nu naar Ellie en Herman om het voor te bereiden. Ik ben geboren en getogen in Vleuten. Hoe fijn is het als je gewoon in de omgeving rondloopt en je ziet dat mensen met zorg er wonen? Los van dat het dorp schoner wordt met deze actie, is het ook een hele gezellige dag met elkaar. Wij organiseren Vleuten Schoon. Kom ook in actie tijdens de Landelijke Opschoondag op zaterdag 25 maart. Betrokken en überhaupt, nou, ik noem het nog maar even vrijwilliger bij het project Utrecht Schone Stad. En mijn eerste vraag is eigenlijk, en Marjolein begon er al een klein beetje over, maar wat doet die klankbordgroep eigenlijk? Ja, eigenlijk is een klankbordgroep een platform van bewoners uit verschillende wijken die op regelmatige basis met de gemeente overleggen over een specifiek onderwerp of thema. Nou, Utrecht heet het dan de klankbordgroep Utrecht Schone Stad. Wij overleggen ongeveer 1 keer per 8 weken. Het hangt een beetje vanaf als er een activiteit is, doen we dat wat vaker. Dat deden we voor de corona op het stadskantoor in Utrecht.
En nu gaat dat online. En wat we eigenlijk doen is we wisselen met elkaar de ervaringen uit. Soms leeft er ook in een bepaalde wijk bijvoorbeeld een beetje wat meer frustratie. Heeft de een wat meer tijd en aandacht nodig. En we hebben het over initiatieven die gedaan zijn, ideeën. En dus we wisselen met name uit. We vragen ook de gemeente bijvoorbeeld advies in bepaalde zaken en andersom. Ja. Dus dat is een beetje wat we doen. En dat doe je eigenlijk bovenop de andere activiteiten die je voor de Schone Stad doet. Maar laten we eerst even beginnen met het waarom. Je bent dan lid, het kost tijd, moeite, is misschien wel belangrijk. Maar waarom ben je lid geworden? Ja, ik ben eigenlijk een jaar of drie geleden, denk ik, Marjolein, begonnen om een aantal mensen, dat halen ze net ook aan, uit te nodigen die wat deden op het gebied van zwerfvuil. Maar een aantal sessies in Utrecht, fysieke bijeenkomst. En toen is er ook gezegd van, nou, wie wil er meedoen? En ja, ik wil dat graag, omdat het onderwerp mij bijzonder boeit. En niet alleen wat opgeruimd is, maar vooral ook intrinsiek van, hé, waarom gooit iemand het neer? En hoe kunnen we daar toch kijken of we dat vooral op jonge leeftijd kunnen voorkomen. Dus het heeft gewoon enorm mijn interesse. En, ja. Dus je hebt een persoonlijke drive. Dat is hartstikke gaaf. Hè? Daarom hebben we je natuurlijk ook uitgenodigd. Maar ik kan me voorstellen dat jullie ook wel een uitdaging hebben met het werven van nieuwe leden. Hoe doen jullie dat? En nog belangrijker misschien is, als je dan mensen aanspreekt, hoe activeer je ze ook? Dat het ook zin heeft dat je lid bent van zo'n groep of dat je actief wordt. Ja, dat is een goede vraag. Want met name bijvoorbeeld, er is natuurlijk een groot verschil in de wijk in Utrecht. Ik woon in Vleuten. Dat is eigenlijk een hele schone wijk met relatief weinig problemen als je het afzet tegen een aantal andere wijken in Utrecht die andere problematiek hebben met betrekking tot onder andere zwerfvuil. En juist in die wijken is het heel erg belangrijk dat je goede participatie hebt. Dus ja, hoe doe je dat? Met name ook heel veel social media te volgen en te kijken van, hé, wie is er actief? Zo is bijvoorbeeld Blog in Utrecht was heel actief. Jonge groep, jonge studenten zitten erbij die over de hele stad zeg maar uitwaaien om al hardlopend zwerfafval te rapen. Dus die zijn eigenlijk... Maar dat heet ploggen, toch? Ja, Plogging Utrecht heette zo. Ja, plogging komt uit het Zweeds, volgens mij. En dat is de combinatie van jogging en plastic rapen. Oh ja. En er zijn meer varianten. Er is ook plandelen. De man van de knijperhub, Anton Dame, is ook de plandelman. En die noemt het dan wandelen en plastic rapen. En die is daar ook heel actief mee. Dus zoek maar eens op plandelman op social media. En dan kom je hem gelijk tegen. Ook heel erg leuk. Maar in ieder geval... hoe doen we dat? Dus vooral kijken van wat kom je tegen. Er staat bijvoorbeeld eens een keer iemand in de krant die heel actief is. Is er een keer een evenement waar je iemand spreekt die het leuk vindt. Dus het gebeurt vanuit de groep zelf. En het gebeurt ook vanuit de gemeente. En ook de afvalcoaches hebben natuurlijk ook contact met mensen. Want zij benaderen ook bewoners van, hey, willen jullie afvalcoach worden? Of Utrecht Schone Stad, hoe zeg je dat? Wijkambassadeur heet dat. Waarmee zij ook weer mensen proberen te betrekken bij van houd schoon rondom de vuilcontainers, et cetera. Maar dat is niet zo'n klankbordgroep, maar zo kunnen wel mensen aanhaken. En jullie haken mensen aan, dat is natuurlijk superbelangrijk. Maar ik ben wel benieuwd wat je dan zelf ook nog doet. Want je bent ook gewoon inwoner, je bent actief bij de activiteiten. Wat voor dingen doe je dan zoal? Blog jij ook of plandel jij? Sowieso is het inderdaad vrijwilligerswerk. Ik werk fulltime, dus ik doe dit ook even. Dat is soms het voordeel van thuiswerk. Nu even in mijn eigen tijd, vanavond een anderhalf uur langer doorgaan. Dus ik doe dit inderdaad. Ik raap eigenlijk afval altijd. Als ik ergens loop, dan raap ik het op. Ik ben niet zo zelf van de prikker, want die heb ik heel vaak niet bij me. Dus bij mij zit het gewoon zo'n systeem dat als ik ga wandelen dan, en ik zie wat liggen, dan pak ik het. Maar ik heb ook een klein plandengroepje zelf, Vleuten Schoon, waar nu nog maar een stuk of 12 mensen in zitten. En dan zeggen we bijvoorbeeld eens in de twee weken, nou, wie gaat er vanavond mee? We gaan een half uurtje of een uurtje lopen. Dus dat doe ik. En daarnaast organiseer ik Vleuten de Meren Schoon. En dat doen we nu twee keer per jaar. En daar begonnen we eigenlijk... zeg maar in 2014 ben ik ermee begonnen. Het filmpje is ook wat ouder, dat is al uit 2017. Oh. En toen mochten we nog lekker knuffelen en kussen aan het publiek. In ieder geval organiseer ik dat nu twee keer per jaar en dat vergt echt wel de nodige voorbereiding. En dus daar steek ik heel veel tijd in. We hebben ook om het wat te professionaliseren een website gemaakt waar mensen zich kunnen aanmelden.
Ja, daar gaat in zo'n hele actie ben ik gauw, ik denk zo'n 30 tot 40 uur bezig om die op touw te zetten. Ja, dus er zit echt wel wat tijd en moeite in. Dus misschien dat Marjolein Bekkers daarom dacht van vrijwilliger, dat klinkt eigenlijk niet helemaal alsof het recht doet aan hoeveel jullie er voor over hebben. Ik heb nog één laatste vraag, maar voordat ik die stel wil ik graag ook de mensen thuis vertellen. We doen dadelijk een Q&A met allebei de Marjoleins. Dus kom vooral door met je vragen. En ik, we hebben een heel high-tech. Op mijn Fairphone hier ontvang ik dan de vragen die ik moet gaan stellen. Want ik zie ze anders niet. Maar stel ze alvast, dan kan ik dadelijk de vragen allebei stellen. En mijn laatste vraag aan jou in dit stukje, Marjolein Venderich in dit geval, is... heb je al tips voor gemeenten? Jullie doen een heleboel, maar wat heb je er nou van geleerd? Hoe zet je nou zoiets op? Nou, het opzet heeft natuurlijk Marjolein Bekkers gedaan. Hè? Dat is niet voor mij. Maar kijk, zij is begonnen met mensen te kijken van wie doen nu wat op het gebied van zwerfafval in de stad en die bij elkaar te brengen. En dat kan heel breed zijn van mensen die met zwerfafval kunst maken of wat dan ook. En daarmee hebben ze een soort interactieve sessies ook gedaan. Daarmee krijg je vanzelf gevoel van wat zij net ook aangaf van wie wilde nou eigenlijk... gewoon lekker zo'n dingetje doen en wie is wat meer beleidsmatig sterk en wie is goed in het verbinden van mensen. En zo viel dat tot zichzelf. Dus ja, begin gewoon met eens te kijken of kun je goed bij elkaar krijgen op basis van informatie die je uit allerlei bronnen kunt halen in je lokale gemeente. Want ik zet ook in het lokale suffertje dat ik deze actie ga doen enzovoort. Ja. Dus dat. En daarnaast, als je dan eenmaal dat een paar keer hebt gedaan, je hebt zeg maar een groep van bewoners, probeer inderdaad uit alle wijken vertegenwoordiging te krijgen. Dat is een grote uitdaging. En heel belangrijk, schrijf niet voor hoe, maar geef mensen ook de ruimte om het op hun eigen manier te doen. Sommige mensen uit de klankbordgroep zijn bijvoorbeeld heel actief met literatie. Anderen hebben zoiets op. Val mij daar niet mee lastig, want dat irriteert me alleen maar. Ja. En dan laat dat dan ook hoe dat gaat. En ik ben heel erg van, ik wil grote acties, want ik wil zichtbaarheid en ik wil daarmee mensen zeg maar een soort enthousiasmeren, maar ook vooral triggeren. En de ander zegt, nee, ik doe het gewoon heel anoniem. Ik doe het met mijn buurtjes. Ik heb een buurtapp gemaakt. Dat is denk ik gewoon van, geef mensen de optie om het op hun eigen manier te doen. En voor de gemeente, Marjolein zei het al, luister, faciliteer. En verbind met name. Zo zei dus bijvoorbeeld Utrecht gaat ook een platform ontwikkelen. Daar mag ik me ook nog van de zijkant tegenaan bemoeien. Nou, dat is bijvoorbeeld ook hartstikke mooi, waarop mensen gewoon hun actie kunnen aangeven en waarmee je dan weer mensen met elkaar in verbinding kan brengen. Ja, mooi. Ik zag Marjolein Bekkers al driftig knikken. We gaan straks vast nog wat meer tips van haar horen over Utrecht en blijf inkomen met je vragen. Ondertussen, we vroegen nog van, zet even in de chat waar jullie eigenlijk allemaal vandaan komen. Er kwamen ook hele leuke functies. Er zit een producent van slimme afvalbakken, zie ik. Een gedragsveranderaar, dat is elke keer in de webinars ook heel belangrijk gebleken. Dat erbij te hebben. Een projectleider communicatie grondstoffen, medewerker inwonersparticipatie. Nou, die is helemaal met zijn neus in de boter gevallen. Of haar neus. Dus een mooie diverse groep. En we gaan jullie nog een vraag stellen in een andere poll. En dat is namelijk of jullie al doen aan klankbordgroepen. Dus we gaan even de volgende vraag. Ben je in jouw gemeente ook al bezig hiermee? Ja, nee, of ja, misschien ben je niet in een gemeente actief, maar of weet je het niet of niet van toepassing. In jouw gemeente is daar een vorm van klankbordgroep aanwezig? Je ziet een paar mensen zeggen niet van toepassing, maar veel nee. Oh, ja haalt in één keer een heel stuk bij. Dus het lijkt nu een beetje een gelijke race tussen nee en ja. Nee is iets groter nu. Ik denk dat er dus, als ik het zo zie, nog een wereld te winnen valt. Waarbij ongeveer de helft van de mensen zegt nee. Dan ongeveer een derde zegt ja. En de rest zegt dus niet op ons van toepassing. Dus ja klimt wel iets hoger. Maar des te beter dat we dit doen. En dan gaan we nou vragen stellen aan Marjolein Bekkers en Marjolein Venderich. 18 september is de World Cleanup Day. Wat gaat er binnen de gemeente Utrecht en Vleuten gebeuren? Weten jullie dat al? Ja, je hebt jouw actie. Sowieso is er op de website van de World Cleanup Day kun je zien waar alle acties zijn. Want je kan dus, als je zelf een actie doet zoals ik, onder andere in Vleuten en met een participant in de meren, dan heb ik dat aangegeven. Dus daar zijn acties. Maar als je kijkt op de website van de World Cleanup Day, kun je kijken, is er bij mij in de buurt een actie en kan ik, ja, dan kan je daaraan deelnemen. Ja. Maar uiteraard Vleuten de meren schoon. www.vleutendemerenschoon.nl. Dus voor de regionale mensen die aangeraakt zijn, je kunt je aanmelden nog.
Nou, daar gaan we het straks nog over hebben met een van de andere gasten hier. Maar misschien hebben mensen thuis ook andere dingen. Marjolein, zijn er nog andere dingen, Marjolein Bekkers, in Utrecht? Ja, er zijn aardig wat activiteiten. Niet alleen Marjolein is er bezig. De plannenman waar we het net over hadden, heeft ook een actie in Lunetten. Er zijn een heleboel acties. En we hebben met elkaar ook in de klankgroep gezegd van nou, hoe ver van tevoren begin je nu eigenlijk met dat kenbaar te maken. Dus we zijn nu net gestart met eigenlijk kenbaar te maken van welke acties zijn er. En in de aanloop volgende week naar de World Cleanup Day toe, willen we korte interviews met een aantal van die acties op de social media zetten. En we merken dat als je het op die manier onder de aandacht brengt, dat vaak toch nog meer acties oplevert. Of dat mensen ruimte gaan zien. Kijk, we mogen natuurlijk in het kader van de AVG niet zeggen welke acties waar beginnen. Ja. Maar we kunnen wel verwijzen naar de site en aangeven dat er acties zijn waar je op kunt klikken en waar je je bij kunt schrijven. Want die, zijn er, die zijn er ook. Dus op die manier proberen we nog meer aandacht voor het onderwerp te krijgen. Mooi. En ook helemaal in lijn met het onderwerp van vandaag. Heel participatief. Dus goed om te horen. En met Marjolein Bekkers wil ik een klein beetje terug in de tijd. Want er staat een vraag van Eefke. Dank voor je vraag trouwens. Laat ze binnenkomen als jullie meer vragen hebben. Ook straks voor de andere sprekers. Hoe heeft de gemeente Utrecht zich intern voorbereid? Hoe hebben jullie je ingericht op participatie en samenwerking met vrijwilligers? Nou ja, de gemeente is al jaren voor wat betreft participatie ingericht. Hè. We hebben een aparte afdeling die überhaupt wijkmanagement heeft, waar allemaal wijkmedewerkers zitten. We hebben wijkbureaus waar we werken. Daar werken we ook, want ik ben zelf als programma ondergebracht bij weer een andere afdeling. Nou, voor de gemeenten, die begrijpen dat allemaal wel. Ik zit bij een afdeling wijkonderhoud en service, dus ook vanuit servicegedachten. Ook vanuit de gedachte om te participeren, hebben we dit opgepakt. Maar we werken natuurlijk nauw samen met andere afdelingen die ook werken met bewoners samen. En Marjolein Vendrich zei het woord eigenlijk net, wat ik misschien nog nadrukkelijker had moeten zeggen. Verbinden is ontzettend belangrijk. Ja. Met elkaar in contact zijn en steeds kijken. We zijn nu ook dit jaar gestart met in ieder geval de voorbereidingen voor zover corona ons toeliet. Om ook met onze buren contact te zoeken. Een Rijkswaterstaat, een ProRail, de provincie. Want ook zij hebben met het onderwerp schoon te maken. Ook zij werken met reiniging. En ook zij werken weer soms met vrijwilligers, soms helemaal niet. Maar hoe kunnen we nu zorgen dat Utrecht schone stad? Want kijk, een bewoner is niet bezig met van wacht even, nu sta ik op het terrein van ProRail. En nu sta ik op het terrein van Rijkswaterstaat. Dus hoe kunnen we samen, alleen door samenwerken, daar blijft hij iedere keer terugkomen. Ja. Dus samen kunnen we sterker worden. En er is een vraag, dat is wel interessant. Peter die zegt, de vraag waarom iemand iets op straat gooit, intrigeert me. En dat gaat heel diep, Peter. We gaan proberen om daarop in te gaan. Gaan jullie daar ook op in met educatie? Misschien vanuit jullie allebei. Hoe houden jullie bezig met eigenlijk het voorkomen van dat iemand het in zijn hoofd haalt om iets gewoon maar weg te gooien en het niet bij zich te houden tot er een afvalbak in de buurt is? Heel eerlijk gezegd hebben we gekozen om te starten met de mensen die wel bereid zijn om bewust te worden dat het niet zo handig is om dit te doen. Dat het uiteindelijk ook je eigen achtertuin vervuilen is en nogmaals, er is no planet B. Dus we hebben echt gezegd van laten we nou eerst beginnen. Ik blijf hem aanhalen, hè, zwaan kleeft aan. Mm-hmm. Het begint met de mensen die het willen. Die andere mensen enthousiasmeren, die komen erbij. En zo groeien we langzaam toe naar het feit dat het groepje wat bewusteloos iets over zijn schouder gooit en denkt, ja, het is niet van mij. Om die op een gegeven moment toch wat gevoel te geven dat die wel eenzaam begint te worden. Ja. Wil je daar nog op aanvullen, Marjolein? Want ik heb ook nog een andere vraag voor jou, Marjolein Vendrich. Misschien moet ik daar maar naartoe, ook met het oog op de tijd, zie ik. Even kijken. Nee. Er is namelijk een vraag van Vita. Dank voor je vraag. Die zegt, ja, wij hebben niet zoveel opkomst bij onze prikgroepen. En we gaan wel langs met flyers en soms ook langs de deuren. Maar wat voor andere mogelijkheden zijn er voor participatie in prikgroepen in de wijken? Hoe enthousiasmeer je nou mensen in de buurt? Kun je daar nog iets meer over vertellen, Marjolein Vendrich? En dat is dat ook de laatste vraag in dit blok. Oké. Ja, ik ben heel erg zelf begonnen in mijn eigen cirkeltje van de vereniging waar ik actief was, familie, vrienden, dus daar. Maar vooral wat ik merk is dat scholen heel belangrijk zijn, lagere scholen.
Kijk of je het in een nieuwsbrief of zo krijgt. Wij proberen ook de lokale bewoners te activeren. Daar hangen de posters. Er zijn ook inmiddels de posters opgehangen. Ja, het is, ik voel me af en toe ook in jouw hoofd getuigen. Het is gewoon een kwestie van doorgaan en blijven zeggen. Ik geef heel vaak gewoon het voorbeeld. Hè. Dus ik ben aan het rapen. Ik raak met mensen in gesprek. Ik raap ergens peuk op. Iemand begint met me aan te praten. Goh, wat goed. Doe ik ook eens. Goh, wat leuk. En waar dan? En hoe dan? Mm-hmm. Dus het is gewoon, hoe zeg ik dat? Het is gewoon een kwestie van, ja, gewoon heel veel over blijven praten. Maar niet met het vingertje wijzen, maar heel erg vanuit jezelf, vanuit je eigen motivatie. En zo kijken of je mensen kunt enthousiasmeren. Ja. Dat is eigenlijk hoe ik het doe. En ja, en vooral. Prachtig dat jij dat doet. En dat jullie dat doen in Vleuten, maar eigenlijk in heel Utrecht. Utrecht, schone stad. En bedankt voor de beantwoording dat jullie hier allebei wilden zijn om te praten over participatie en hoe dat voor jullie werkt. Wij gaan hier in de studio naar het volgende blok, maar blijf hangen. Misschien komen er later nog vragen voor jullie of in de chat. Ik nodig hier Fedor Friese uit. En dan moeten we eventjes heel coronaproof op afstand staan. Kunnen we wel een soort van dit, dat, zien jullie dat we een eindje uit elkaar zijn. Fedor. Fijn dat jij er ook bent. Ik gaf net al aan, iemand in de studio die komt ook uit Vleuten. Nou, dat ben jij. Ja, dat ben ik. Dus we hebben net al een beetje onderhandeld dat jij ook nog misschien mee gaat doen met een van die plandelrondjes. Maar we hebben ook meteen uitgewisseld dat Marjolein dan meedoet met hetgene waar jij over komt praten. Je bent namelijk projectleider van de Ommetje-app. Klopt. En nou, voor de drie mensen die er nog in Nederland zijn die het nog niet weten, zou je wat willen vertellen over wat dat is en waar het voor staat? Zeker. Nou ja, jullie zien als het goed is ook de slide in beeld. Mijn naam is inderdaad Fedor Friese van de Hersenstichting. En ik ben de projectleider van de app Ommetje. Ommetje is een app van de Hersenstichting die we eigenlijk ontwikkeld hebben om mensen die te veel zitten meer te laten bewegen. En waarom is dat nou belangrijk? In Nederland zien we eigenlijk, zijn we echte veelzitters. Hè? We zijn Europees kampioen zitten. Gemiddeld tot wel 9 uur per dag. Serieus? Dat is best wel veel. Ik dacht en, dat er zo goed bij fietsen alles. Maar... Nou, het grappige is... Is dat ook zitten eigenlijk? Nou, we bewegen wel. Alleen we bewegen over het algemeen in de avonduren. En het probleem is eigenlijk dat we gedurende die werkdag... dat we dan eigenlijk heel lang aan één stuk doorzitten. Wow. En we zien eigenlijk in vergelijking met Duitsers, met Belgen... zitten we 1,5 uur meer. En dat is eigenlijk, denk je in eerste instantie... wat is daar erg aan? Nou ja, de effecten daarvoor zijn eigenlijk best wel slecht voor je gezondheid en voor je hersenen. Hmm. En daarom zeggen wij als Hersenstichting, hè, als een van de pijlers waar de Hersenstichting zich op richt, hè, 3 pijlers zijn van de Hersenstichting, heel kort. Eentje is betere hersenaandoeningen voor mensen met een hersenaandoening. Betere participatie eigenlijk in de maatschappij, hè, voor mensen die daarmee worstelen. En die derde is eigenlijk ook een stukje preventie, dus mensen in beweging brengen en houden. Dat is dan dit, neem ik aan. En hier valt uiteraard Ommetje onder. En daarom hebben we die app dus ook gelanceerd. Gaat al terug naar 2018, dus we zijn echt al even een tijdje bezig. Toen was ik ook als eerste erbij betrokken. Toen dus, werd er nog geknuffeld. Toen was het nog een hele andere wereld, maar inmiddels zijn we een stukje verder. En het mooie is, nou, inmiddels is de app, ik hoop dat jullie hem kennen, hè? Misschien hebben jullie hem wel op je telefoon staan, bij 1,5 miljoen mensen, bijna inmiddels staat hij op de telefoon en dat is iets waar we best wel trots op zijn. En we zitten op zo'n 150.000 gebruikers op een dag, we hebben meer dan 1100 bedrijven, waarvan ook 61 gemeentes die inmiddels gebruik maken van Ommetje. Dus die gebruiken we dan vaak, hè, met medewerkers, met collega's. Soms ook wel, hè, afdelingen tegen elkaar. We zien best wel daar spannende strijd soms. Heb ik nog wel een leuke anekdote over straks. En iets waar we eigenlijk het meest trots op zijn... is eigenlijk die 43% die je ziet op de slide onderaan. En dat is dat we echt beweging toevoegen bij mensen... die gebruik maken van Ommetje. En daar is het eigenlijk ons om te doen. Die 150 minuten die door de Gezondheidsraad worden geadviseerd... die zijn eigenlijk heel erg belangrijk, want dat betekent dat die mensen die echt moeite hebben om voldoende te bewegen, dat je die in beweging kan brengen. En we hebben dat voor een gedeelte, is ons dat gelukt. Mm-hmm. En dat is gewoon belangrijk voor de gezondheidswinst die daarmee gepaard gaat. Dus 150 minuten, ik heb dat gehoord van 1/2 uurtje per dag, dat is al mooi. Maar dit is zelfs nog iets minder eigenlijk. Ja, je kan ook 1 of 2 overslaan. Ja, nee, klopt. Maar eigenlijk is de discussie nu om het naar 300 te trekken. Dus dat okay, is wel weer een verhoging ineens. Dat je denkt, waar haal ik die tijd vandaan? Maar eigenlijk, die 150 minuten, dat is ook wel bedacht van, dat is echt het minimale. En daar moeten mensen echt minimaal al voldoen. Hmm. 300 is eigenlijk nu alweer waar het heen gaat richting advies. En knip dat op in 7 dagen, dan
moet je toch elke dag even in ieder geval van je stoel afkomen, van je bank afkomen. Dus nou ja, dat is wat wij zeggen, dat helpt heel erg. En ja, daarom hebben we het ook gelanceerd. En even heel kort waarom de app Ommetje. Ja. Ommetje is natuurlijk een app die we gelanceerd hebben, waarbij iedereen zei, ja, waarom moet je nu met een app komen? Want er zijn al zoveel apps. En is het dan interessant om als hersenstichting ook nog met een app te komen? Daarvan hebben wij gezegd, we kiezen eigenlijk 4 elementen die afwijken. Eentje daar is daarvan is heel erg positief en plezier. Dus die app moet vooral leuk zijn. Geen opgestoken vingers van, hey, je moet een beweging komen, maar voornamelijk gewoon positieve stimulans. We zitten op vertrouwen, dus we gaan niet per se controleren bij iedereen of zo bewegen. We proberen echt mensen vertrouwen te geven. Tijd is er een van. Dus we zeggen, je hoeft niet heel ver te lopen, maar als je maar 20 minuten onderweg bent, mm-hmm, van A naar B. En dus voor iedereen ligt die lat anders. En die vierde is eigenlijk eenvoud. Dus niet een app waarin je weer van alles kunt doen. Fietsen, wandelen, hiken, noem het maar op, waterpolo. Ja, wij hebben gewoon gezegd, één ding doen we goed. En dat is gewoon wandelen. En de eenvoud van het wandelen, het ommetje. Een beetje oud-Hollands, oud-bollig woord bijna, zou ik willen zeggen. Ja, dat kan iedereen in principe zo. Ommetje klinkt, dat klinkt ook gewoon gezellig. Ja, precies. Dat leer je gewoon doen. Ja, precies. En je zei ook, hè, want er staat hier meer dan 1,4 miljoen downloads. Ik herinner me nog zo'n filmpje van Erik Scherder. Die is natuurlijk een van jullie key figures, om het zo te zeggen, in de hersenstichting. Die was zo gelukkig. Ja. Hij zei, 1 miljoen mensen met zijn brede glimlach en zijn enthousiaste... Dat is een beetje bij het eerste van de 4 punten van, het moet ook gewoon leuk zijn en positief. Ja. Maar jij zei net, hij is de hele dag zo. Het lijkt me heerlijk om mee te werken. Ja, dat klopt. Nou ja, dat is echt waar. Want Erik is gewoon intrinsiek gemotiveerd, zeg maar, tot op het bot. Dus hij wil iedereen aan het wandelen krijgen. En inmiddels het hele projectteam zit een beetje ook zo in elkaar. Dus we halen ook heel veel plezier van iemand die ons ineens stuurt dat hij doordat hij elke dag een ommetje loopt, nu ook weer in bad kan stappen. Ja, dat soort voorbeelden zijn ook gewoon heel erg leuk. En wij richten ons echt op die mensen die moeite hebben om eigenlijk in eerste instantie voldoende te bewegen. Ja. En die mensen echt een tool aan te reiken als hersenstichting zijn, waardoor je eigenlijk gemakkelijker tot beweging komt. Ja. En dat is dus dat vinden we zelf heel erg leuk. Dus dat is, Nou, de vorige webinar die ik presenteerde was zittend en dit is al staand. Dus ik denk dat we daar al... Wij voldoen in ieder geval. Ik weet niet voor de mensen thuis, maar... Maar nu zitten mensen zich misschien af te vragen van, ja, waarom zit het nou in een webinar over participatie van Nederland Schoon? En daar gaan we op in. Ja. Want 30 juni volgens mij, onlangs, gingen 25.000 mensen voor een soort afvalbadge. Kun je daar wat over vertellen? Hoe kwamen jullie op dat idee? Ja, we hadden eigenlijk al verschillende mensen die ons benaderd hadden. Dus dan zie je ook wel dat het thema zwerfafvalrapen is best wel hot. Mm-hmm. Persoonlijk vind ik het trouwens ook een fantastisch initiatief. Maar goed, dat staat er los van. Maar we hadden met verschillende partijen waren we eigenlijk in gesprek. Die zeiden, kunnen we daar niet iets in samen doen? Want ja, je gaat naar buiten, een schone leefomgeving. Dat is ook belangrijk voor je gezondheid, voor je hersenen. Je krijgt er misschien ook wel een positieve stimulans van, hè, als je af en toe, of niet misschien, dat is zeker. Als je af en toe even zwerfafval raapt, moet je denken aan dopamines. Hè, daar kan Erik hele mooie verhalen over vertellen. Beloningssysteem. Nou ja, goed, dat was voor ons dus ook een hele logische stap om te zeggen, oké, dat zwerfafval... Die badge, die kunnen we ook wel toevoegen aan ommetje. Om te zeggen tegen mensen, als je dan toch onderweg gaat, kun je misschien ook wel in die 30 minuten, hè, op woensdag 30 juni inderdaad, door jou al benoemd, op pad gaan om mensen te helpen om ook weer extra punten te halen. Je kon elkaar inhalen daardoor ook. Ah. Maar met name ook kon je gewoon natuurlijk zwerfafval rapen. Dus het was een win-win. Even naar buiten, frisse neus en dan zwerfafval rapen. Dus... Ja, dat, we zagen dat 18.000 mensen hebben hem ook behaald. Oké, okay, best een groot percentage van de 25. Absoluut. En wat wij, het was voor een eerste pilot. We hebben relatief weinig marketing eraan besteed, zeg maar, om het te promoten. Dus we zagen echt dat mensen het gewoon leuk vonden om deel te nemen. Dus ja, dat is gewoon voor ons uiteindelijk waar we het voor doen. Je kwam net al op een mooie promotie voor de volgende keer. Want toen we het hadden over ploggen en plannelen, hoorde ik jou fluisteren. Moeten we plommetjes? Ja, een plommetje. Ja, ik zei al, dat is dan eigenlijk de volgende. En we zijn ook met elkaar in gesprek nu met Nederland Schoon om te kijken van, kunnen we hier eventueel een vervolg aan geven? Misschien hebben jullie, sommigen van jullie ook wel gehoord, Veronica heeft er ook wat aandacht aan gegeven. Die zeiden ook, we willen eventueel nog wat extra aandacht geven op de radio. Leuk. En dat soort initiatieven, dat helpt natuurlijk om meer mensen aan het zwerfafvalrapen te krijgen. Ja, dus en dan kom je op een van de andere thema's die we in een eerder webinar ook hebben gehad, de samenwerking.
En zo kwamen jullie ook bij Nederland Schoon terecht en hier vandaag. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, zeker. Nou ja, samenwerking was heel erg goed. Nou ja, we hebben eigenlijk dezelfde ambitie. Hè? Want de Nederland Schoon heeft natuurlijk meerdere ambities, maar ook die schone leefomgeving. En wij willen natuurlijk gewoon mensen met name op pad sturen en laten wandelen. En we zien ook wel dat sommige mensen daar op een gegeven moment, hè, door routine, ze kennen het ommetje op een gegeven moment, dat ze daar wel wat extra uitdaging in zoeken. Mm-hmm. En nou ja, door zo'n zwerfafval ommetje, wat we zeg maar uitgedacht hebben, zie je ook dat mensen dan weer denken, oh leuk, en we kregen heel erg veel positieve reacties. Dus dat was voor ons ook wel de bevestiging van, hé, dit is blijkbaar wat mensen leuk vinden. We krijgen ook weer nieuwe aanmeldingen daardoor. Ja, zeker. We krijgen ook nieuwe aanmeldingen. We kregen ook van bedrijven reacties. Dus die zeiden van, hé, wat goed dat jullie hier ook een soort van stelling in innemen. Nou ja, dat is voor ons natuurlijk ook weer mooi om uiteindelijk meer mensen, meer bedrijven, meer in beweging te brengen en houden. Ja. En dat is waar we het voor doen. Dus je hebt de ommetjes, je doet daar extra dingen mee, je werkt ook samen. Hebben jullie ook beeld van wat jullie dan te bieden hebben als je als gemeente of als andere organisatie zegt van, hé, wij willen misschien ook wel met ommetje wat samen doen. Hoe werkt dat? Ja zeker. Ik heb daar ook, volgens mij is dat de volgende slide, heb ik daar een paar dingen op neergezet. Maar eigenlijk het leukste is altijd, kijk, je moet eigenlijk denken, ommetje is een app waar heel veel mensen in zitten. Of waar je nou ook woont in Nederland. Het is redelijk geografisch goed verspreid. En wat wij ook met nu hebben uitgedacht, is dat we eigenlijk met gemeentes, hoe leuk zou het zijn als we daar samen ook in de gemeente een bepaalde challenge in zouden kunnen opzetten. Mm-hmm. Dan moet je denken aan dat je dus als gemeente ook je eigen logo, je eigen clubkleuren noem ik het even, kan toevoegen. Zodat je ook een stukje herkenbaarheid hebt, ook richting die achterban. Je kunt daar ook wat informatie in kwijt. Hoe doen ze dat dan? Ja, je ziet eigenlijk een blokje in de app. Dus mensen kunnen eigenlijk inloggen met een bepaalde code. Dan krijgen ze eigenlijk een soort eigen gemeenteomgeving te zien. Daar kunnen ze dan kan je ook wat informatie kwijt als gemeente. En kun je dus ook zeggen, oké, dit is de actie. We gaan het dan en dan doen. 1, 2 of 3 dagen. Dit is wat je moet doen om de badge te behalen. En door dat op die manier te doen, heb je toch een soort van connectie ook met je inwoners. En wij denken, die code krijgen ze dan? Die hebben we onder uw stoel. Als ze nu onder uw stoel krijgen, de code van ommetje. Moeten ze gewoon jou een mail sturen? Dat is het idee. Inderdaad, mij of mijn collega Matthijs zit zo meteen in de presentatie die jullie nagestuurd krijgen. Maar daar staan de gegevens ook van op. Mm-hmm. En dan als jullie contact zoeken zeg maar, met een van ons, dan gaan wij zorgen dat we dat kunnen inregelen. Zeg maar. En daar vragen we wel een bijdrage voor van €3.000. Waarom vragen we dat? Dat is niet dat we daar heel veel geld aan verdienen. Maar dat geld hebben wij ook weer nodig, omdat wij met appontwikkelaars werken en die moeten dat inrichten, et cetera. Ja. Dus je kan het beter doen als je wel een grotere groep hebt, zeg maar. 3000 begint wel vanaf een aantal honderd mensen, dat je het echt... Precies. Krijgen jullie ook kleinere aanmeldingen? Nou, we krijgen wel kleinere aanmeldingen, maar omdat dit best wel maatwerk is. Dus het is gewoon letterlijk programmeerwerk van mensen. Dus dat moeten wij ook 1-op-1 weer betalen. Ja. Dus vandaar dat we zeggen, oké, laten we zeker voor de grotere gemeentes, dan zou het een hele interessante optie kunnen zijn, maar ook voor kleinere. Het gaat eigenlijk om de aantallen die je mensen die je zeg maar aan wil zetten en die je op pad wil sturen. Ja. En, dan kan met 50 man kan je ook al heel veel bereiken. En als je het eenmaal hebt, dan is het eigenlijk altijd dan kan je het gebruiken. Ja. Hebben jullie eigenlijk, behalve deze prachtige plannen, ook nog andere plannen voor de toekomst en uitdagingen? Dat is de laatste vraag voordat ik ook even bij jullie Q&A terechtkom. Dus stel ook vooral vragen aan Fedor als je wil. Ja. Hoe zien jullie de toekomst? De toekomst zien we sowieso heel groen natuurlijk. Hè? Dus maar dat is logisch dat groen. Ik het hier zeg. Maar, nee. Zonnig. Groen, precies. Waar wij naar kijken is, vanuit ommetje ook, is dat we kijken ook van, welke groepen zouden we nou nog extra echt in beweging kunnen brengen. Dus zo hebben we een beetje uitgezoomd en ook gekeken naar, oké, bijvoorbeeld ommetje junior zijn we nu mee bezig. We hebben een pilot gestart, dus daar gaan we echt 12 tot 16-jarige VMBO-scholieren proberen we zeg maar in beweging te brengen. Ja. Maar waar we ook naar kijken is gemeentes, dus tegen elkaar, dorpen tegen elkaar, misschien wel zelfs straten, misschien wel wijken, voetbalverenigingen. Ja, je hebt er een gevoel bij van oké, tegen elkaar laten battelen. Mm-hmm. En dus daar zijn we mee bezig. Anderzijds hebben we ook wel gewoon de issues van alle dag. Hè. Dan moet je denken aan data security, wat voor ons gewoon heel erg belangrijk is. Mm-hmm. Maar ook de service levels moeten op niveau. Hè. Al die mensen gaan een vraag stellen en willen snel antwoord. Dus dat is ook zeg maar waar we gewoon mee bezig zijn. En wat misschien nog wel leuk is om te noemen, is dat Erik Scherder, heeft eigenlijk een soort droom. Die wil heel graag een keer in Nature publiceren. Oh, wauw. Het internationale wetenschap. Je hebt natuurlijk een schat van data inmiddels. Precies. We hebben ontzettend veel data. Dus we zien niet alleen waar mensen lopen, maar we zien eigenlijk ook van, wat zijn eventueel factoren die helpen om mensen in beweging te brengen en houden. En dat is
dat is voor hem heel interessant, omdat als je daar een soort van factoren uit kunt destilleren, ja, waardoor je kunt zeggen, hey, dit is in westerse landen misschien wel de oplossing om mensen meer in beweging te brengen en houden, ja, dan is dat natuurlijk internationaal wel een doorbraak. Dus, mooi. Ja, dus daar... Nature is wel het toonaangevende tijdschrift voor een bioloog. Ja, blijkbaar wel, ja. Ja, dat is ook zo, dat is prachtig. Ja. Ik dacht dat er nog niet zoveel vragen waren. Ik heb stiekem toch nog eentje bedacht, want afgelopen anderhalf jaar hebben nou meer mensen gewandeld omdat ze thuis werkten en er even uit konden, of minder? Kun je dat al een beetje zeggen? Ja, daar weten we wel wat van. Op zich, de balans is dat over het algemeen is er minder bewogen. Dus okay. Dat is wel wat dat is er... Ja, dat is wel jammer. Alleen we zien wel dat bij sommige groepen, die zijn juist weer meer gaan bewegen. Dus je kan niet helemaal zeggen van, er is overal gezien is er dus iets minder bewogen, maar bij sommige groepen gaat het juist beter. Mm. En waar dat precies in zit, zijn natuurlijk een beetje de verklaarbare factoren. En misschien, dat kunt u volgend jaar lezen in het tijdschrift Nature. Ja, wellicht ook. Maar de ingekochte discipline natuurlijk van de sportschool, dat helpt natuurlijk ook mee om mensen in ieder geval in beweging te brengen. En niet per se dan wandelen, maar dat soort elementen helpen wel mee en zijn wel heel belangrijk. Dus, ja. Er zijn inmiddels vragen, dus fijn dat ik deze er nog even in mocht sneaken. Maar een van de vragen was, zijn de kosten verbonden aan de samenwerking? Nou, die heb je net beantwoord. Ja. Volgende vraag komt van Loes. Komt bij Ommetje Junior ook de combinatie met zwerfafval opruimen? Oh, goede vraag. Nou ja, we zitten nu in de eerste pilotfase. Dus waar we nu naar kijken, we doen dat samen met een bureau. Die eigenlijk specialist is ook in de participatie met jongeren. Dus wij gaan het niet zelf bedenken. Het is eigenlijk heel Ommetje is ook bedacht samen met Achterban. Dus we lanceren eigenlijk steeds in live omgeving en kijken dan wat er eigenlijk gebeurt en wat we terugkrijgen. Mm-hmm. Bij Ommetje Junior werken we met twee panels. Dus we gaan daadwerkelijk dingen bedenken samen met hen en dat dan eigenlijk weer voorleggen, in de app veranderen en dan ook weer toetsen. Dit zou denk ik ook een hele mooie toevoeging kunnen zijn. Ik heb zelf een dochter van 7 en ik loop elke zondag. Dus ik merk dat zij ook steeds meer enthousiasme in krijgt om zwerfafval te rapen. Wat goed. Wellicht is dat voor die doelgroep ook een doorbraak. Dus ik vind het zeker iets om naar te kijken en mee te nemen. Dus leuke suggestie. Ik heb nog een suggestie voor de mensen thuis. Dat is namelijk de volgende poll. En de vraag is of jullie het enthousiasme van Fedo en van Erik Scherder delen. Doe je de volgende keer ook mee? Gaan jullie ook ommetjes doen? En gaan jullie ook prikken? Je zou de 3 keer ja als opties. Ja. En weet ik nog niet waar de 3 toch? Ja, ik klik op degene die ja zegt. Dat is... Ja. Nee, maar er zijn mensen, weet ik nog niet. Dat vind ik ook goed. Hè? Je moet niet meteen je huid te goedkoop verkopen. Nee, kijk, dat zijn of mensen die net eentje hebben gedaan. Of mensen die gewoon zeggen, jongens, ik heb hele andere ambities. Nou, er zijn nog wel wat twijfelaars. Dat is goed, hè? Ja. Ik geef wel eens debattrainingen. Hoe meer twijfelaars, hoe beter. Want dan doe je het nog ergens. Ja. Voor, dus ja. Misschien kun je ze nog aansporen. Wat is de beste reden om te gaan ommen? Nou ja, het is een win-win, hè? Want je wil eigenlijk mensen in beweging brengen. Dat wil elke gemeente volgens mij ook. Er zijn heel veel gemeentes ook die komen met die vraag ook. Van hoe brengen we dan mensen weer in beweging? Nou ja, en als ze dan ook nog eens zwerfafval rapen, dan heb je eigenlijk een dubbele win. Want ja, je maakt je leven op een gegeven moment wat schoner. Nou ja, in Vleuten, zoals al gezegd, door de Marjoleins eigenlijk, is dat misschien niet per se nodig. Maar er zijn genoeg gemeentes en stadsdelen waar dat juist wel ontzettend belangrijk is om te doen. En en als je tegelijkertijd beweegt, mensen komen frisser terug, meer productiviteit, meer creativiteit gaat omhoog. De weerstand wordt ook een stuk hoger. Hè? Zijn eerste studies daar laten dat nu ook zien. Dus ja, je hebt eigenlijk geen reden om het niet te promoten, zou ik haast willen zeggen. Maar goed, dat is natuurlijk wel vanuit Robbertje. En... Vanuit de promotor zelf, ik dat je. Ja. Hey, maar goed verhaal. En ik zie ook, hè, er kwamen ondertussen iets meer mensen ja binnen. Dus je kan live volgen wat voor effect het heeft. Gelukkig. Mooi verdenk. Dank voor het beantwoorden van de vraag. En dan ga jij ook nog weer een vraag beantwoorden. Is dat oké? Dan een beetje voor wat hoort wat. Angelique stelt de vraag. Kun je als gemeente ook de data krijgen waar mensen lopen tijdens een challenge? Zijn net nog een paar developers zijn bezig met privacy. Ja, privacy is voor ons een heel belangrijk ding. Maar het gaat er wel om, kijk, wij kunnen wel datastromen zien. Dus wij kunnen zien waar mensen lopen. Ja, geanonimiseerde geanonimiseerd. We gaan niet zeggen hey Guido, we zien dat jij toch wel erg weinig beweegt. En ja, het lijkt toch wel dat je heel veel ommetjes om je bureaustoel maakt. Ja, nee, dat is niet per se de bedoeling, zeg maar. We proberen wel alles wat helpt. En wat helpt dus ook bij bepaalde verkeersstromen, hebben mensen, waar lopen ze veel? We kijken ook naar samenwerking nu met Wandelnet, die echt zit op, oké, we willen de verkeersstromen voor wandelaars beter
faciliteren. Dus als de stoep ergens breder moet zijn en dat dat veilig is, gaan we dat ook naar kijken. Mm-hmm. Nou ja, daar zou je dus ook met gemeentes naar kunnen kijken. Als dat echt de wens is, en dat is die volgens mij. Om te kijken hoe kunnen we dat met die data ook weer effectiever inrichten. En ja, dat is iets wat... De data hebben we, dus daar moeten we gewoon goede afspraken over maken. Maar ik zeg zeker geen nee. Dus, ja, dus dat kan gewoon gevraagd worden. En dit was dan voor dit onderdeel ook de laatste vraag. En ik wil nog even ingaan, je zat net de Walt Disney, if you can dream it, you can do it. Hè? Ja. Maar in die grote parken van Walt Disney heb je ook een afvalgeheim, ken je dat? Nee. Misschien weet Vincent dat wel. Dat ze de mooie outfits en dat ze de mensen laten prikken die dus ook onderdeel uitmaken van de schoonheid van het park. En dat ze die ook instrueren om heel vriendelijk te zijn. En dan maken ze ook iets leuks van, weet je wat jullie met Ommetje ook hebben gedaan, iets leuks van afval opruimen en de boel schoonhouden. Dus heel mooi dat die dan nog even terugkwam. Ja. En heel erg bedankt, Fedor Friese. Ik heb wel bijna weer bij de volgende. Voor je bijdrage. En blijf nog even zitten. Misschien komen er straks nog vragen binnen. Maar voor nu en Ommetje App, heel veel succes met de samenwerkingen met de mensen thuis en de toekomst van de app. Ja, top. Dankjewel. En mag ik dan nu naar voren roepen, een bekend gezicht voor hen die al vaker naar de webinar kijken. En ik ga er ook plaats voor maken. Want Vincent Breedveld, jij bent projectleider bij Nederland Schoon. En je gaat met ons praten over participatie. En jullie hebben er natuurlijk inmiddels een heleboel voorbeelden van. Dus misschien kun je daar af en toe nog op ingaan. Maar de vloer is voor jou en ook de klikker. Dus dank je. Ja, succes. Dankjewel allemaal. En fantastische voorbeelden al die ik heb langs horen komen. En ik heb de eer om als laatste te mogen spreken, ook namens Nederland Schoon. Ja, waarom een webinar over participatie? Hè? Participatie, eigenlijk is het samenwerken. Hè? Wij noemen ook vaak de kracht van samenwerking. En die benadrukken we allemaal al te graag. En participatie is natuurlijk ook echt een beleidsterm. Onderdeel vaak van de integrale zwerfafvalaanpak. En wij willen heel graag met dit webinar ook laten zien dat het een onmisbaar en essentieel onderdeel is. Nou, dat hebben we natuurlijk al vanuit Utrecht goed begrepen. Daar gaat het over luisteren, verbinden, faciliteren, kracht van samenwerken. Nou, prachtig. Het was in 2013 dat koning Willem-Alexander al benoemde dat de verzorgingsstaat langzaam zou veranderen in de participatiesamenleving, 8 jaar geleden. En ik werk inmiddels 8 jaar bij Nederland Schoon. En in 8 jaar geleden zijn we ook toevallig begonnen met ons participatieplatform Supporten van Schoon. En ik wil jullie graag meenemen in wat achtergronden bij onze kijk op participatie en misschien wat theorieën daarachter die interessant zijn. Om vervolgens ook te eindigen met wat praktische tips. En graag hoor ik van jullie ook natuurlijk wat ervaringen, vragen. Kom graag door in de chat. Dan kan ik die wellicht naar de hand beantwoorden. Onmisbaar onderdeel van de zwerfafvalaanpak, zei ik al. Waarom eigenlijk? Nou, wat wij weten uit onderzoek is dat eigenlijk de helft van Nederland is bereid om te helpen bij een opruimactie in de wijk. De helft van Nederland, dat zijn heel veel mensen. Als deze miljoenen Nederlanders meedoen met opruimen van de wijk, dan zouden we snel geen probleem meer hebben waarschijnlijk. En zou iedereen aan het opruimen zijn. Maar de werkelijkheid is natuurlijk net even anders. We hebben toch wel heel veel juist krachtinspanning nodig om mensen in beweging te zetten. En van die helft van de Nederlanders is natuurlijk ook een groot deel welwillend, maar moeten net even dat duwtje krijgen om in beweging te komen. En dat zijn natuurlijk de potentiële deelnemers aan zwerfafvalacties en adoptiegebieden en dat soort zaken. Want wat vindt Nederland eigenlijk over van zwerfafval? Uit onderzoek weten we ook dat bijvoorbeeld zwerfafval stevast bovenaan de top 5 problemen in de buurt staan om op te lossen. En ja, mensen geven ook aan dat de overheid daar natuurlijk verantwoordelijkheid in heeft. Maar ze zeggen natuurlijk ook, ja, wij wonen in die buurt, wij zijn de bewoners. 80% zegt mede verantwoordelijk te zijn voor een schone buurt. Dat biedt natuurlijk wel een kans. En dat wordt goed aangegrepen ook door natuurlijk gemeenten. Die zijn ook in de afgelopen 10 jaar heel druk doende met participatie op de agenda te zetten. Want ook wij zien uit enquêtes met gemeenten, zien wij ook dat participatie bovenaan de top 5 staat met thema's waarop gemeenten zich actief gaan tonen. 91% van de gemeente zet in op participatie. En dat is uit onderzoek van dit jaar. Dus dat is nogal wat. Maar goed, participatie-containerbegrip, wat houdt het allemaal in? Dat gaat alle kanten op natuurlijk. Zijn allemaal in de goede richting. Ik wil graag jullie meenemen in onze richting.
En die richting die, wat ik al zei, is 8 jaar geleden gestart. Toen Nederlands Schoon vooral massacommunicatie inzette om het probleem van zwerfafval op de kaart te zetten. En de negatieve gevolgen te communiceren. En eigenlijk ja, zwerfafval als probleem uit te vergroten. En wat we gezegd hebben is van we gaan het anders aanpakken. We gaan in plaats van te focussen op de negatieve gevolgen van zwerfafval, gaan we ons richten op de positieve effecten van schoon. Want die zijn een legio natuurlijk, positieve effecten van een schone omgeving. Dat hoef ik denk ik niet met jullie te delen, die kennen we allemaal. En voor die positieve effecten van schoon, daar zijn heel veel medestanders. Mensen staan open voor een positieve boodschap. En laten we die mensen die al vinden en weten wat die positieve effecten zijn, laten we die verenigen en proberen samen te brengen. Die verhalen van supporters van schoon, zoals wij ze dan hebben genoemd, die verhalen, die lichten we uit. De initiatieven die worden opgezet, die zetten we op de kaart, zodat anderen daar een voorbeeld aan kunnen nemen en dat anderen daar mee kunnen doen. Nou, dat is uiteindelijk het Support van Schoon platform geworden, waar ik wat verder over zal nog wel zal toelichten. Want hoe hebben wij die supporters verenigd? Want je kan leuk een digitaal platform bedenken, maar het is niet meteen een community. Dat is iets wat moet groeien en wat je bij spreken moet verdienen. Door te luisteren, te verbinden en te faciliteren. Precies die 3 kernbegrippen die al in Utrecht bovenkwamen. En wat we zien eigenlijk dat supporters van Schoon en de helft van Nederland die bereid is om mee te doen, dat eigenlijk iedereen is. Hè? Door de hele laag van de bevolking zie je. Dat zijn de individuen die het altijd al doen. Of de mensen die in actie komen tijdens de landelijke acties. Het zijn onderwijsinstellingen, sportverenigingen, ondernemers in de buurt. Hè, maar de gemeente heeft daar altijd wel een belangrijk aandeel in. Want die is in staat om vanuit gemeentes te faciliteren en te verbinden. En dat is een kracht die we altijd echt nodig hebben om aan de slag te gaan met participatie. We hebben gezegd, van laten we vooral die supporters tot eenheid maken. Laten we ze in ieder geval dat groepsgevoel geven. En laten we anderen de behoefte creëren om erbij te horen. Hè, we hebben een aantal principes van gedragsbeïnvloeding van de Amerikaanse gedragswetenschapper Robert Cialdini gebruikt om ook te kijken van hoe kunnen we dat verder beïnvloeden en in de goede richting duwen. Sociale bewijskracht is ook een principe. Als mensen zoals jij en ik, mensen uit de buurt, het al doen. Mensen die gewoon in hun eigen kloffie zwerfafval oprapen tijdens een wandeling, zonder misschien prikstok of hesje of taakstraf, wat natuurlijk vaak het voordeel is, dan zal het ook wel goed zijn. Waarom zou ik het dan niet doen? Dat is dan toch logisch eigenlijk. De wederkerigheid van als ik jouw materialen ter beschikking stel, die staan gewoon in mijn voortuin in een bak, pak een grijper, dan wordt het makkelijk gemaakt. Probeer op die manier ook iets terug te geven. Wij gaven via het platform ook vaak gratis materiaal aan mensen die een actie aanmaakten op de kaart. Kleine stapjes maken een grote natuurlijk. Kleine stapjes van eerst vragen of mensen het ermee eens zijn en vervolgens vragen of ze meedoen met een actie. Mensen zullen consistent zijn naar het gedrag wat ze al vertoond hebben of naar in ieder geval de intentie die ze hebben om het gedrag te vertonen. Deelname leidt tot een sterkere verbinding en tot meer inzet. Dat is ook de kracht natuurlijk die achter deels die grote beweging van Support van Schoon zit. En uiteindelijk natuurlijk de sympathie, de fun, het meedoen leuk maken. Het is heel belangrijk dat het ook leuk is om iets te doen in die richting. Nou, we hoorden net al goede voorbeelden over plannen, ploggen, troep trimmen en wat ik allemaal heb horen langskomen. Plommetje, fantastisch. Dat zijn goede dingen, dat maakt het leuk. Ja, en zo zijn natuurlijk al heel veel supporters van Schoon bij elkaar gebracht op dat platform. Mensen die allemaal laten zien dat ze belangrijk vinden om hun buurt schoon te houden en bezig te zijn. Dat met elkaar te doen. En we proberen natuurlijk die eenheid ook terug te brengen in de materialen die we zien. De kleuren, de clubkleuren van een supportvereniging. En we proberen natuurlijk zoveel mogelijk ook lokaal die verhalen uit te lichten. Want overal in Nederland zijn er verhalen. En elke supporter van Schoon heeft zijn eigen daadkracht. En een verhaal in zich om uit te lichten. En dat maakt het zo interessant. Maar hoe krijgen we ze? En hoe
houden we ze in beweging? En hoe zorgen we ervoor dat mensen zich ook in die richting blijven gedragen? Nou, dat is natuurlijk een uitdaging op zich. En ik dacht, laat ik een soort van theoretisch kader tevoorschijn halen. Niet om interessant te doen, maar juist om het een beetje te versimpelen of een plat te slaan. Waar komt nou bepaald gedrag vandaan? En daar heb ik een model voor uit de kast getrokken van Theo Poijs, hoogleraar in de economische psychologie. En die heeft eigenlijk gedrag beschreven als een soort van samengaan, een product van drie factoren. Hier is hij. Dat is namelijk 1, motivatie. Wil ik bepaald gedrag vertonen? Oftewel, de mate waarin de persoon intrinsieke belangstelling heeft om het bepaalde gedrag te vertonen. Nou, dat zit vaak wel goed bij de supporters van Schoon. Die zijn al vaak wel bereid, ik liet net al zien, bereid om mee te doen. Die zijn nog gemotiveerd en die willen dat. Dus het is echt het willen. Dan hebben we de capaciteit. Dat is het kunnen. De mate waarin iemand zelf over eigenschappen beschikt, of skills, of hulpmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan inderdaad opruimmaterialen die je gratis verstrekt om het makkelijk te maken en die capaciteit in te spelen. 3, de gelegenheid. Heb ik de gelegenheid om dit gedrag te vertonen? Als het slecht weer is, zien wij dat een landelijke opschoondag letterlijk in het water valt, want de helft haakt af. De gelegenheid dient zich niet voor om naar buiten te gaan. Ook al heb je de motivatie, wil je het en zou je het ook wel kunnen, want die grijper die staat gewoon bij de deur. Maar het regent of ik heb geen tijd. Nou, deze drie aspecten, deze drie factoren bepalen uiteindelijk gedrag. En wees je ervan bewust dat als één van de drie wegvalt, dan gaat het zich niet vertonen. En dat is eigenlijk de hele theorie. En die is wel interessant om dat je daarmee ook heel concreet kan inspelen op dat wat je mensen biedt. Bied ze een goed verhaal. Laat ze gemotiveerd meedoen aan dingen. Omdat het bijvoorbeeld de World Cleanup Day is. Omdat we met z'n allen kleine stapjes zetten en daarmee een grote vuist maken. Zorg ervoor dat je inspeelt op die capaciteit. Dat je faciliteert de materialen. Want niet iedereen heeft zo'n grijper of handschoenen liggen. Of heeft de kennis om mee te doen in coronatijd. Zorg ervoor dat je tips geeft hoe je veilig meedoet. En zorg ervoor dat de gelegenheid zich voordoet. Door alleen al een World Cleanup Day op 18 september te organiseren. Of de landelijke opschoondag op 19 maart 2022. Creëer gelegenheid voor mensen om mee te doen. Dat is een hele belangrijke ding. Nou, dat voor zover de theorie dan. Dan gaan we naar de praktijk. Die we natuurlijk ook al hebben langs zien komen. Deels in voorbeelden in Utrecht ook. Wij ondersteunen vooral ook acties die vormen van participatie, die inhaken op de strategie van schoonmaken naar schoonhouden. Want daar gaat het uiteindelijk om natuurlijk. Als er niks op de grond belandt, hoeven we het ook niet op te ruimen. En allereerst, hij is al vaker langsgekomen, maar het is natuurlijk ook een goede promotie, een goed promotiemoment voor de World Cleanup Day. Maar zorg ervoor dat je zoveel mogelijk inhaakt op die opschoonacties die al gepland staan. En die al landelijk worden georganiseerd. En waar je als gemeente heel makkelijk op kan aanhaken. Omdat er simpelweg al toolkits, materialen en handvatten en digitale kaarten en alles al bestaat. Daar kunnen mensen heel makkelijk op aanhaken. En laat mensen vooral meedoen. Want door zichtbaar schoon te maken, geef je het goede voorbeeld wat anderen kunnen volgen. En daarmee houd je een omgeving schoon die langer schoon blijft. Het schoonhoud, schoon principe. En het versterkt natuurlijk de norm, de sociale norm. Het laat zien dat een buurt iets belangrijk vindt en daar gewoon achter staat. En anderen zullen daar zich naar scharen. En het draagt bij aan buurtbetrokkenheid en uiteindelijk een sociale cohesie, die natuurlijk heel belangrijk is om de buurt te verbeteren. De veiligheid, mensen worden vriendelijker, socialer, meer interactie met elkaar. De opschoonacties. 2, van schoonmaken naar schoonhouden. Wij hebben in de leefgroep de gebiedsadoptie. Op de kaart van de supporter van Schoon kun je als supporter, als vrijwilliger, kun je een eigen gebied neerzetten. Stel, ik plandel langs een route dagelijks of wekelijks. En ik wil dat te kennen geven op de kaart, zodat anderen ook met mij die route kunnen lopen. Dan kan dat, je kan die hele route op de kaart groen maken. En natuurlijk is het idee daarvan dat we zoveel mogelijk
ieder geval eigenaarschap geven aan de buurt. En mensen zelf in hun kracht zetten om zeg maar die buurt tot adoptiegebied te maken. Het structureel schoonhouden komt uit voort natuurlijk. Zorgen dat die intenties blijft. Dat mensen aan de gang blijven. En dat je ook mensen ook op die manier kunt bedanken. En zelf ben ik in mijn gemeente ook gebeld door de gemeente. Die wist niet dat ik bij Nederland Schoon werkte. En die vroeg, wat geweldig dat je een gebied op de kaart hebt gezet. Vertel eens, wie ben je? Waarom doe je dat? Hartstikke leuk. Dat zijn momenten waarop je in ieder geval weer in verbinding kan komen met mensen ook. Maar ook ondernemers kun je natuurlijk op deze manier bewust maken van het feit dat ze een verantwoordelijkheid hebben om een bepaald gebied schoon te maken. Drie, de afvalbakadoptie of containeradoptie. En ik heb op deze slide drie voorbeelden uit Den Haag gezet. Dit zijn drie containercoaches. Ja, we weten natuurlijk allemaal in deze tijd met name ook het probleem van bijplaatsingen is gegroeid. Er is veel meer overlast van afval dat naast de container wordt gezet in de coronatijd. Mensen zijn meer thuis, gaan anders met hun afval om dan anders. En we zien gewoon daar grote problemen ontstaan. Gemeenten zien dat met name natuurlijk ook. We zien een stijging bijvoorbeeld in de zoekopdrachten op onze site, op onze kenniswijzer, zwerfafval. Vraag naar informatie over bijplaatsingen. Maar het is natuurlijk heel goed om als gemeente, en als grote gemeente in stedelijke gebieden met name, een adoptieplan op te zetten. Om juist die vrijwilligers die al hier iets mee zouden willen, die al bereid zijn om te zorgen voor een container, om daadwerkelijk ook daar mee te nemen. En de sleutel te geven en te faciliteren. Ja, tot slot. Natuurlijk, ja, ik zeg het tegen een groep mensen die natuurlijk al lang van plan zijn om 18 september mee te doen. Maar de vraag is natuurlijk, doen jullie ook mee? Ja, doe mee met de World Cleanup Day. Plastic Soup Foundation organiseert deze namens de wereldwijde organisatie natuurlijk in Nederland. En ja, wij faciliteren dat en ondersteunen dat van harte vanuit Nederland Schoon. Ook via onze website. Daar hebben we een toolkit voor gemeenten ontwikkeld. Die kun je, ik heb even een plaatje erin gezet, die kun je terugvinden. Ook via de webshop. En voor ondernemers hebben we datzelfde. Want ook bedrijven en ondernemers komen graag in actie tijdens deze doedag, deze actiedag. Om vooral te laten zien dat ze het belangrijk vinden. En daar had ik nog wat tips bij gezet die natuurlijk ook al een beetje de revue zijn gepasseerd. Maar zorg in ieder geval dat je ambassadeurs kent. En zorg ervoor dat die zichtbare koplopers andere wegen te enthousiasmeren. Dus door middel van die klankwoordgroep of iets wat je kan opzetten natuurlijk. Zorg ervoor dat je die in ieder geval informeert en laat weten wat je kan betekenen als gemeente. Of eventueel als bedrijf of als vereniging. Zet meerdere mediakanalen op en laat zien dat je eraan meedoet. Mensen zich bewust zijn van de dag. Werk in kleine groepen, houd persoonlijk en COVID-proof, dat is belangrijk. Laat zien en geef duidelijke instructies, eenvoudige instructies, bijvoorbeeld over waar opgehaald afval naartoe kan, zodat de gemeente het kan afvoeren. Ja, faciliteer zoveel mogelijk met wat je hebt materiaal. Belangrijk is om de deelnemers ook de tijd en de ruimte te geven om mee te doen. En wij zeggen ook rondom de Landelijke Opschoondag, dat is ook prima als je de woensdag ervoor opruimt of de vrijdag in plaats van de zaterdag, omdat je misschien zaterdag niet de gelegenheid hebt om mee te doen. We zien ook vaak dat scholen niet op zaterdag meedoen, maar juist in de week daarvoor. Dus geef die ruimte en beloon en complimenteer deelnemers ook voor hun deelname. En blijf dat doen. En benadruk tot slot ook echt het gezamenlijke resultaat. Wat hebben we bereikt? En laat dat niet alleen uitgaan van bijvoorbeeld een landelijke organisatie, maar kijk ook wat je in de buurt hebt bereikt. Dus tot slot, de laatste tip. Ja, de kracht van de herhaling is natuurlijk ook een belangrijke. Zorg voor structurele opruimacties. Zorg dat het altijd weer op de gezette tijden en kondig die van tevoren ook aan dat er opschoonacties zijn. En deze, de Landelijke Opschoondag, die komt er in het voorjaar weer aan, vlak voor de lente. Dus zet hem alvast in je agenda. Ik wil jullie bedanken voor de aandacht en voor eventuele vragen die er zijn. Ja, ja, ook bedankt. Nou, dan gaan wij, we moeten helemaal mikken waar we kunnen staan. Zo, volgens mij is dit weer de goede positie. Dankjewel, Vincent Breesveld. Je deed natuurlijk een gevaarlijke aanname, want we hebben een poll die vraagt, gaan jullie meedoen
op 18 september bij de World Cleanup Day. En jij zei allemaal ja, maar dat gaan we natuurlijk nu zien. En als het niet zo is, dan kijken. Eén iemand zegt ja, dan ben ik eigenlijk al tevreden. Als, elke kleine beetje verandert de wereld in positieve zin. Ja, kijk, nou, niet iedereen. Er was ook iemand die gaf niet van toepassing aan bij het ommetje. Dus we moeten ook inclusief zijn. Niet iedereen kan zomaar naar buiten. En, maar groot is in de ruimte. Ja, iedereen mag meedoen op een of andere manier. Maar de meeste mensen zeggen ook ja, dat is heel fijn om te zien. En ik zat daarnet op de kruk naar jou te luisteren. En ik kreeg natuurlijk een gouden ingeving als je aan het denken bent over wat je hoort. In het begin werd door Marjolein Bekkers de vraag gesteld. Wat is nou een beter woord voor vrijwilliger? En jij zei, ja, het is natuurlijk gewoon een supporter van schoon. Ik zag net ook waarom je dat zei. Maar we hebben natuurlijk een webinar over participatie. Dus zouden jullie in de chat, behalve de vragen aan Vincent, want daar ga ik er ook een aantal van stellen, suggesties willen geven, hoe moet je nou vrijwilligers noemen die meehelpen met het schoonhouden van de omgeving? Als jullie leuke ideeën hebben, zet ze in de chat. En wie weet wordt daar Marjolein heel blij van. En dan maken we dit een participatief webinar. Dan toch ook vragen aan jou. Die heb ik doorgestuurd gekregen, waarvoor dank. En de eerste vraag van Corine is, hoe kan ik als gemeente meeliften op de supporter van schoon community? Ja, goede vraag. Natuurlijk door een kijkje te nemen ook wat we allemaal voor gemeente te bieden hebben. En dat begint natuurlijk met het platformen dat ook heel specifiek op gemeenten gepersonaliseerd kan worden. We hebben toolkits, we helpen natuurlijk gemeenten met momenten waarop deelnemers mee kunnen doen met opschoonacties. De gebiedsadoptie noemde ik al. We hebben natuurlijk ideeën voor hoe we dat dan zichtbaar maken op die kaart. Die kunnen natuurlijk gemeenten ook gebruiken. En we zien ook dat een aantal gemeenten daar graag gebruik van maken. Dus dat stimuleert natuurlijk ook echt wel de vrijwilligerspool in zo'n gemeente. Heel vaak is het ook een soort van maatwerk om te kijken van ja, op welke vlakken gaat de gemeente nou actief worden. Dus daar zou natuurlijk altijd een gesprek aangeweid worden. En volgens mij mijn collega Corine is daar ook de persoon voor. Dus ze wil graag dat jij uitlegt aan de mensen waarom dat goed is. Dankjewel voor je vraag, Corine. En daar hebben we het toch over. Er zijn nog meer vragen. Waarom zou ik mijn actie/gebied op de kaart moeten zetten? Wat levert dat op? Behalve dat jij bijvoorbeeld een telefoontje kreeg van de gemeente. Heel leuk, gezellig. Maar wat levert het nog meer op? Ja, goede vraag. Nou, vooral dat we laten zien dat we het belangrijk vinden. Dat je dat wilt delen. Dat anderen zich kunnen aanmelden en meedoen met jouw actie. Ik heb al wat opmerkingen uit de buurt ook gekregen. Met wie ik dit deelde ook. Ik zei, nou, wat leuk dat je dit doet. Ik wil graag met je meedoen. Ik kreeg vragen over het moment waarop ik dan in actie zou komen. Ik kon prima die actie doorsturen. Laten zien welke route ik zelf ging lopen. Ik kon daar aangeven welke materialen ik daarbij heb besteld. Dat zijn dingen die allemaal mooi op deze manier samenkomen. Dus het is het verbinden en het faciliteren wat via dat platform loopt. Ja. Ja, je gaf nou net drie voorbeelden van container-eigenaren. Wat is het, coach? Elke gemeente noemt het weer anders. Ja, maar hier in Den Haag, waar we ook te gast zijn in de studio, de mooiste stad achter de duinen. Misschien moeten we de schoonste stad achter de duinen dan aan Utrecht laten en de mooiste stad. Uiteindelijk, Utrecht ligt ook achter de duinen. Als het voor de duinen lag, hadden ze een probleem gehad, denk ik. Dus de mooiste stad achter de duinen had drie coaches, maar er is iemand uit Vlissingen. Ook achter de duinen en dijken. Die zegt, wij willen dat ook. We willen ook containers laten adopteren. Heb jij hier nog tips voor? Dus misschien heb jij dat. En misschien zelfs is dat in Utrecht ook het geval. En kunnen ze uit Utrecht ook tips geven. Dus we beginnen eventjes bij jou, Vincent. Ja. En dan kijken we even of de dames ook nog wat willen zeggen. Ja, nou, tips ja. We hebben een handleiding, een handreiking die wij updaten momenteel. Omdat in ieder geval de tips voor de containeradoptanten om die mee te geven. We hebben op de website van Nederland Schoon hebben we ook de inspiratie staan uit Den Haag. Dus daar kan je ook even op kijken. En via de kenniswijzer zwerfafval zijn er ook wat documenten na te lezen. Oké, dus dat is jou. Ik zag namelijk daar dus allebei zag ik ze knikken. De Marjoleins van Utrecht. Dus nou, ik laat jullie graag aan het woord. En blijf dan ook even hangen, want ik ga ook eventjes checken of er straks al mooie namen voor vrijwilligers zijn gekomen. Dus misschien Marjolein Venrig eerst, dan Marjolein Bekkers. En dan praat ik met jou even verder over het woord en waarom je een ander woord zocht eigenlijk. Marjolein.
Ja, ik heb het al even op de app, op de chat gezet, maar de Utrecht Schone Stad coaches, zij werven buurtambassadeurs. En dat zijn eigenlijk mensen die ook een sleutel hebben van ondergrond, container, bezem. En eigenlijk is dat dus ook een soort adoptie van een afvalkliko. Dus, maar daar gaat het met name via de buurtambassadeurs die ze werven. Ik ben ook al eens benaderd daarvoor, ik doe het zelf niet, maar ik weet dat iemand die wel betrokken is bij Vleuten Schoon, dat bijvoorbeeld wel doet. Die krijgt ook een hesje, dus dat, ja, dat werkt natuurlijk heel goed, want zij hebben lokaal de contact en kennen de mensen. Misschien kan Marjolein wat aanvullen. Ja, ja. Dankjewel. Nou, het stokje werd al doorgegeven, ga je gaan. Ja, nou in die zin is het inderdaad bij ons buurtambassadeurs. Als je die hebt, dan heb je net even een status extra. Dan heb je ook van ondergronds containers een sleutel. We zijn nog aan het kijken, want we kunnen niet zeggen dat ondanks de inzet van deze mensen wij geen bijplaatsingen hebben. Die zijn er helaas ook in Utrecht nog vele. Dus het is eigenlijk een ongoing probleem waar ook wij steeds meer zoeken. En ja, wat ik net al zei. Misschien als we met elkaar de schouders eronder steken, dat we verder komen, dan dat we allemaal apart ploeteren. Dus misschien is het een idee, en iedere stad kent wel de bijplaatsingen of de locaties met de bijplaatsingen. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik woon zelf in een gemeente waar ik laatst bij toch echt een bejaardenflat was. En ook daar waren bijplaatsingen. Dus ik had zoiets van, nou als het ook daar al is, van wat kunnen we er dan toch met elkaar een keer aan doen om te voorkomen dat het blijft bestaan. De bejaarde jeugd van tegenwoordig. Ja, 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 het is wat dat betreft niks jonger van tegenwoordig. Ja. Hey, hoe voel je je erbij dat jullie de schoonste stad achter de duinen genoemd worden vanaf vandaag? Marjolein? Nee, ik ben niet van de schoonste stad van. Het is wel mijn geboorteplek, dus ik vind het prachtig omdat dat zo genoemd wordt. Maar ja, wij zitten natuurlijk niet vlak achter de duinen. Oké, maakt niet uit. We hebben wel andere naamsuggesties gekregen, maar voordat we die gaan noemen, Marjolein Bekkers, je gaf aan van misschien moeten we er een andere naam voor geven. Het doet eigenlijk niet helemaal recht aan hoe belangrijk het is. Waarom vind je het belangrijk om een andere naam te vinden eigenlijk voor vrijwilligers? Om het meer eigen te maken. Het is, kijk, vrijwilliger, ja, dat kan je op alle fronten zijn. En daar ben je, maar dat is niet waar je voor gaat. Als je bezig bent met schoon, dan is dat vaak hetgeen waar je voor gaat. En ja, vrijwilliger is het containerbegrip. Dus we zoeken iets wat veel meer eigen is, waarvan iemand zegt van nou, ik voel niet een etiket opgeplakt. Ja. Maar het is wel een groep waar ik bij wil horen. Iets specifiek is. Nou, ik ga er even een paar noemen. Dan kun jij schudden of knikken als je ze gaat implementeren. Opruimkanjes. Ja, die vind ik heel mooi. Zappers, ZAP. Weet ik, zwerfafvalstoppers. Pakkers. Toppers. Pakkers. Ja. Zwerfafvalpakkers, oké. Zwerfafvalstoppers is er weer een andere. Er staat Toos met twee L's'en. Dat is trots op ons schone straatje. En dat is vrij naar een bestaande term. De vrijwilligers in Zeeland worden Toos met een Z aan het eind genoemd. En dat staat voor een burger die trots op ons schoon Zeeland is. Dus daar staat Toos voor. Ik zag ook schoonstrijders voorbij komen. Er zit vast wel wat tussen voor jullie, Marjolein. Ja, zeker weten, zeker weten. Oké, okay, nou, heel erg bedankt voor jullie suggesties allemaal. En ik heb ondertussen ook vernomen van de redactie en de regie dat er geen aanvullende vragen meer zijn, Vincent. Dus dan gaan we afsluiten zoals we eigenlijk elk webinar afsluiten. Dus met iemand van Nederland Schoon die even terugkijkt samen met mij op wat we allemaal hebben gehoord. Misschien moet ik eerst even samenvatten. En ik ga dat even doen in navolging van jouw laatste tip op die slide met een boel tips. Het resultaat. Volgens mij hebben we het heel participatief gemaakt. Dus hebben we belichaamd waar het over ging. Nederland Schoon Webinar Participatie. Met de kijkers en de sprekers. We hebben een heel mooi voorbeeld gehoord vanuit Utrecht. Zowel vanuit het beleid als vanuit de. Nou ja, dan mag ik geen vrijwilliger. Maar vanuit de uitvoerders, de toppers, de zappers gedacht. We hebben een prachtige introductie gekregen in de Ommetje app. Fedor, nogmaals dank daarvoor, maar ook met de link wat zo'n app dan ook zou kunnen doen voor het schoonhouden van de omgeving. En tot slot heb jij veel meer inzicht gegeven in participatie, maar ook ja, welke wetenschappelijke principes daar dan onder liggen, hoe het werkt, waarom het werkt, waarom het belangrijk is en uiteindelijk ook hoe je het doet. Dus ja, dat is ongeveer waar we op terug kunnen kijken. We hebben toch best wel wat vragen ook nog kunnen behandelen. Ben je tevreden? Ja, heel. Het is natuurlijk enorm veel informatie is langsgekomen. En wat ik leuk vind, dat het elkaar ook aanvulde. Dus ik
ik hoop dat het goed is overgekomen, het verhaal. Wat ik vooral als belangrijkste tip ook heb meegekregen, of tip eigenlijk, het belangrijkste ingrediënt, dat hoor ik ook in Utrecht terug, is dat je weet wat er speelt in buurten, dat je weet wat er lokaal gebeurt. En wij zijn bijvoorbeeld een landelijke organisatie, wij kunnen natuurlijk niet alle buurten in Nederland overzien. Hè? Dat geldt ook voor andere grote organisaties, maar een gemeente en wijkambassadeurs, hè, die kunnen dat wel en die weten welke koplopers, welke mensen als eerste vooraan staan om mee te doen en te participeren in buurten. Dus luister inderdaad naar die mensen en zoek vertegenwoordigers voor acties om op te zetten. Dat vind ik eigenlijk, denk ik, de meest essentiële tip die ik gehoord heb nog in aanvulling op misschien op mijn verhaal. Ja. Mooi, we hebben inderdaad veel tips gehoord, maar het grappig dat sommigen ook weer terugkwamen. Hè? Het verbinden en het samenwerken, dat blijft een centraal thema om het ook echt gedaan te krijgen en te voorzien waar we eigenlijk voor staan. Dat het schoon wordt om ons heen en blijft vooral ook. Dus ontzettend bedankt kijkers. Ik zie dat we nog een paar minuten over hebben en ik zou jullie dan in navolging van vandaag tips willen geven om even op te staan en te lopen. Kijk, verder, hij knikt tevreden. En terwijl je loopt, zet je schoonmaakspullen in je voortuin, zodat mensen in de buurt ook gewoon dat kunnen gebruiken. Loop even naar een boom om die te knuffelen, want dat mogen we niet met elkaar zolang corona er nog is. Sta even op, laat het bloed stromen, maar laat je ook inspireren door wat er vandaag allemaal is gezegd. Ik hoop dat jullie er veel aan hebben gehad. Dank voor jullie participatie en het kijken. Dank aan alle sprekers en de techniek voor het mogelijk maken. We zien jullie heel graag een volgende keer weer terug in een webinar van Nederland Schoon over het prachtige werk van het schoonhouden van ons land. Dank jullie wel.